De begrafenis van Tashiro, Trishon, Jaden en Jelani van Hetten gisteren was ontroerend en hartverscheurend. De kindertjes die bij een woningbrand om het leven kwamen, zijn begraven op de begraafplaats Hodimihi Krastibi. De uitvaartdienst is in Osseer gehouden. Er hebben verschillende koren opgetreden. Bij het afscheid nemen braken de emoties los. Enkele personen zakten in elkaar, maar werden opgevangen door omstanders. Op twee schermen werden foto's getoond van Tashiro, Trishon, Jaden en Jelani met hun ouders en familieleden. We brengen nu een fragment van de uitvaart. Ze waren echt zindelijke kinderen. Ze waren heel zindelijke kinderen. Vanaf het eerste jaar konden ze alles al zelf doen. Tashiro, de oudste, 6 jaar, die was bijna al als vader voor al zijn broertjes. Hij kon al zelf naar de winkel gaan, maar ja, dat mocht niet. En de bendeleider van allemaal was Laini, Jelani. Laini kwam altijd met die kwijtstreekjes en hij gaf opdracht aan zijn broertjes om die uit te voeren. En als je het vroeg, had niemand het ooit gedaan. Boggy Trishon was onze dansieman vanaf hij volgens mij 8 maanden oud was en hij een beetje stevig was. Zolang hij in muziek hoorde, was hij aan het dansen. Jaden, die was ook gelijk aan Laini, maar die was een iets zachter beetje dan Laini. Ja, ze waren ondeugend, dat was wat ik al zei, maar voor de rest waren het toch wel lieve jongens en respect, dat hadden ze zeker ook. En ja, het is allemaal te veel om op te noemen wat we hier hebben verloren als te zijn liefjes. Maar een fragment van de uitvaart gisteren van de 4 kinderen die op 2 juli bij een brand te Latour zijn omgekomen.